What up guys, it's your boy Fabian de aanval, a.k.a. Blij Oene, meer grap grap en merk Oene en Oede luister pa, wilt mij strak in mijzelf. Vandaag gaan we een soort van prank doen man. Vandaag is zondag en met Fuga. Jullie zullen dat verhaal zelf horen tijdens de prank. Ik heb namelijk Jay, Joran en Cyrus. Ik ga kijken welke van die drie ik kan pranken. Ik heb beide gechat. Ik heb ze gezegd, yo, faka ifre. Beide hebben gereageerd, Cyrus en Joran hebben gereageerd. Joran heeft gezegd, Aysaysa, ik ben Freysa, een model. Typisch Joran. Cyrus, yo, abra. Ik ben naar eerste lens over takkie. Yo, faka ifre. Ik denk aan samar. Ik ga eerst beginnen met Cyrus. Laten we kijken of we Cyrus kunnen pakken. Even zeg, ik heb hem gevraagd, yo faka ifre. Amatak yo abra. Dus weet je wat het probleem is? Cyrus kent me heel goed, hè. Dus het is mogelijk dat Amal sabi direct. Dus een moeilijke rette de man sabi. Daarom is het de man sabi zo moeilijk. Tijdens het wachten ga ik Joran even appen. Als het messed up, zand ik me jij hoor. Hey man! Ik zou deze aan de leert mensen kennen en. Hi boy! Hi boy! Delete. Guys, rustig. Om een lang verhaal kort te maken, een paar maanden terug had ik een chat gekregen van een dame. Ze had me benaderd om te rennen. Een sketch, commercial sketch, promotiewerk en zo. Voor een kleine shop die ze heeft in Kamawena. Daar. Is dat van de Sande? Je chat. Nee, is dat van de Sande toch? Je chat. Een productie noem ik het. We zijn wel nog bezig. Maar daar. Boy, is dit niet mee? Waaah! Zijn die met dat is dit niet? Avondklok! Asma tegen me gewoon eerlijk, ze heeft geen relatie, maar ze wil het wel serieus proberen. Hi boy guys, what up guys, it's your boy. Ik ga ze dat nog niet doen prank, hè? Ben dag me Iggy Stommy Ted. Zo, so, dan kort commercial sketch voor de future. Hoe reageer je? Hoe traag je? Dit is naar Santico populair toch? Jullie reageren laat. Reageren jullie snel als mij? Reageer ik snel. Oké, dan. Je ziet allemaal schrift dat ik me reageer snel. Mijn enige artiest die reageert snel. Om mij naar niks te doen. De man die slap man. De man reageert op de eerste man. Ik kan zien dat mijn man reageert op de man. Die met die man probeert dat te wat denkt hè. Mijn man John. Abo bribe. Abo sabi. Naomi. Oké, deze is een goede friend van me. Ze woont in Nederland. Ze heet Naomi. Meer bekend als Sambal Kip. En Nervous Show, shout out naar Nervous Show, ze heeft ook een YouTube channel. Ik ga die zusje van Naomi ook chatten, want ze is ook een goede vriend. En we spelen ook vaker Fortnite, dus Joran chat me. Amman, taki no. No man, bel me. Mi tega man. Mi no man, bel madre ja. Mo voice no, check ama. Bel me double ways no, de taki tegi me. Ay boy, Joran. Boy, om een lang verhaal kort te maken. Een paar maanden terug, 3-4 maanden zo, want dat me bechat met op mijn page dat als ik bij ons zit een commercial voor de shop in Kamawena, zit een kleine shop in Kamawena, dus mijn bechat van sketch game. Maar ik zag van deze hand, je chat, je zijn emoji, je mee grap naar deze zender. Als maar tegen me gewoon eerlijk, ze is niet in een relatie, maar ze vindt me wel leuk. Maar ik heb er ook eerlijk gezegd, ik heb een vriendin en is af en toe aan dat je. Maar als het messed up zijn, hé man. Mimitas met of hoe zit dat sketch? Is dit mijn bank wel? Dat is maar niet man, ze reflect me man. Ai. Boy, I messed up gewoon. Boy, gewoon random, out of nowhere.
Maar ik heb ze naar lastig zijn. Flore, ik kan dadelijk ja. Je botegas me van dat ik met jou een sketch zou opnemen. Ergens. Mijn tegas me op, maar ik had gezegd. Ik ga dus zeggen dat ik een sketch met je ga opnemen. Dus mocht dat zijn dat als machetti of zo, in tegas me dat word ik wel sketch op. Zo het promosuma, weer je idee. Taki boy, mis op alle de. Amas op alle soort prom. Hey, Joran, Joran. Dat na zijn voor Joran, dat wil ik van mij wel jaren. Dus ik wil maar weer misschien, ik kan bara maar altijd. Shout out naar Joran, thanks for that man. Hey, Amas zijn voice note. Joran zijn voice note. Samson Libotegi. Samson, dat moet je doen. Zeg. Zeg Floor, toch? Ga weg, toch? En weet je dat laat het sneller weggaan, toch? Wat? Wat? Samson, dat moet je doen. Zeg Floor, toch? Ga weg, toch? En weet je wat je moet doen? Bij als je flank deed, zet dan pasta daar. Zeg dan dat je als ja moet zitten, als je met je kijkt dus, zeg dan je gaat een sketch met me opnemen, het gaat lang duren. We zijn vast even een kind in de jaren, maar we hoefden dit voor tegen je, dus ik mag even voor je wat te kijken. En we gaan dan pas daar voor, dus dat is wel een vloer bij die. Oh my god. Dat is niet wat we gewoon dan moet weten. Hey, hey, mooi, mooi. Hey, Joran, ik vind het leuk dat je on my side bent, maar dat doe voor ons toch. Hey, thanks Joran. We proberen het aan pasta zijn dadelijk. Heb je wel te goed? Want Akasha komt dadelijk toe. Maar mijn app aan mijn manier reageert. Volgens mij tegen internet. Dan moet je wel bellen man. Want mocht het zijn vloer ja, dan moet je gewoon bakken vloer. En dan moet ik wel heel terras aan. Dus heb je wel te goed voor bellen maar even. Moet je app aan mijn nummer geven. Die bellen maar even. Die tegen maar even. Dat ik factor dit toch. Dat je met mij gaat zijn voor mijn qua sketch en floor actie ofzo. Jay heeft het gelezen. Jay tak, welcome to the Mistake Family. Is goed dat we bij mij gaan opnemen. Oké. Okay. Ik weet niet als je wel te goed had voor Bella maar even. Voor tegen me van als hij niet staat, dat moet ik op, want dadelijk dan moet ik wel heel traag zijn. Dus baar me even maar. Lisa heeft gereageerd. Lisa, hoe gaat het Lisa? Lisa heeft gezegd, oh my lord, I'm going to eat soon, what's up? Wel, je gaat nog niet slapen, je gaat lekker reageren op mijn app. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar het is een beetje messed up toch, om het te bespreken met een dame. Maar een paar maanden terug had ik kennis gemaakt met een dame. Ik moest een commercial sketch voor haar maken. Voor een bedrijf, zeker een klein bedrijf in Komawena. En je weet hoe die dingen gaan. Je chat, je stuurt een heleboel memes. Je maakt grappen. Ze moet gewoon eerlijk gezegd. Ze is niet into the relationship stuff. Sorry daarvoor. Maar ze heeft me wel gezegd dat ze me leuk vindt. Ik heb er ook gezegd dat ik een vriendin heb. En dat het niet gaat lukken. Maar gisteren ben ik die sketch bij haar gaan maken. En gewoon. Boy. Gewoon heeft ze me een cyclus gegeven. Dus ik weet niet wat ik moet doen. Is het mogelijk dat ik zeg dat ik met jou V-Box zou kopen? Dus ik ga niet thuis zijn. Dus mocht dat zijn dat ze je chat, zeg gewoon: ik ben met jou. Migado. Zeg messed up hoor, guys. Echt messed up. Mim tegen mijn takje dami. Ah! Tjara telefoon! Tjara telefoon! Tjara telefoon! Wat? Zijn jullie ready? Oké. Okay. Hallo, goedendag. Akash, papa. Sommige. Jason. Ja, Jason, J. Oh, Jay. Hi, Faha. Hi, very probably just a poor man, the kinetic. Oh, I mean, I'm in Tata. Oh, Sani, Patekare. Ibo Bonamano. Hi, Dalek, Dalek, stop.
maar hij was dat ook niet meer, want ook al nam ik het even op, dus die heb ik vandaag niet meer. Nee, sorry, hij nam niet meer. Sorry. Huh? Not very jay, you just got pranked, bro. Hi, lobby. Love you. Dalek. Wat ga je haar zeggen dan? Yes, is goed. But why do you have to do it, man? You're smart and shit. Don't do the stupid shit anymore. Ik ga zo eten. Ik praat zo tot je. Precies zo zou ik reageren als iemand me had gechat. Lisa? Milo, van je reageren. Milo bevalen. Precies zo zou ik reageren. Hey, de man is bel jong. Cyrus niet reageert, dus we gaan Cyrus laten uitvallen. Jammer man. Ja, want ik wil hem wel pakken. Nou, Omi nu reageert waarschijnlijk slaap zo. Nu tegen me. Ja dan. Ah, of wat? Of wat? Hey, go. Ja, maar ik moet alleen maar zoeken voor de agraat, maar zoeken wel dat ik heb gehoord. Nou, ik ga niet ben. Oh? Ik wil bedanken. Ik wil bedanken voor alles. Ah, nou, dat is het. Ah, nou, een prank, hè. Yes! Oké, guys, we gaan die laatste doen. We gaan met Omi proberen. Ik ben straks vrij. Wat doe je nu? Kan ik je voice noten? Wat doe je nu? Dus om een lang verhaal kort te maken. Een paar maanden terug had ik kennis gemaakt met een dame. Ik moest een commercial sketch voor haar maken. Ze heeft een klein bedrijfje in Tomawena. En je weet hoe die dingen gaan. Make fun, send memes together en een heleboel dingen. Ze heeft me gewoon eerlijk gezegd dat ze niet into relationship stuff is, maar ze heeft me ook gezegd dat ze me leuk vindt. Ik heb er ook voor gezegd, je weet dat ik in een relatie ben en dus het zijn dat. En fast forward, gisteren was ik die opname gaan maken bij dat en ze kon niet zomaar een vlek gegeven, out of nowhere. Ik weet het is messed up. Maar ik weet niet met wie ik het meer kan bespreken, want ik zeg dit drama, oh lach niet. Ik weet misschien jij ook, maar ik denk wel dat je me kan helpen. Dus Lisa heeft gereageerd. My goodness! Het is legit, ik was even geschrokken hè? En ik was like, oh my god, Ferry, wat doe je? Ik zou net eten en ik hoorde alles en ik was like, oh shit, ik moet echt snel eten zodat ik met je kan praten. Like, ik ken je. Maar ik ken je niet, begrijp je? Ik ken je, maar ik ken je niet. Dus ik was even geschrokken en ik begon echt snel te eten. Like, in 10 minuten was ik al klaar. No more braak, maar is niet erg. Ik zou legit een voice note voor je sturen hoe je... I don't know bro, like, ik zou je legit een lijst sturen. Waarom je dat hebt gedaan en waarom je het niet moest doen. Waarom je het niet in the future moet doen. Like, ik ken Floor, maar ik ken haar niet. Je begrijpt. Ik weet ook niet hoe het is, maar ik respect haar. Like, ze kan dat. Je kan dat niet minder doen. En daar was ik wel even geschrokken van, like, Ferry, waarom? To be honest, ben je wel wijs voor je leeftijd. Ik heb het ook voor Omi gestuurd, maar gewoon reageer dat kind niet, boy. En ik hoop niet dat je gaat zeggen, want misschien kan ik haar wel pakken. Want ik heb haar reactie nog niet gehad. Nou, Omi reageert. Maar even. Oké, is goed. Heb je Elisa geappt? Maar look op aan Mokisadis. What the hell? Omi, wat stuur je me om te doen? Oké, en luister naar Omi's tip. Trouwens, als het duidelijk is, die zuigvlek, dit is wel een pijnlijke methode, maar als je die 2,50 cent neemt, moet je eraan drukken bij je waar het is en ervoor zorgen dat het verspreidt. Good tip. Als je genoeg kracht erin zet, gaat het weg tijdens je draait. Oké? Gaat zich verspreiden, dan wordt het minder zichtbaar of helemaal weg. Dus guys, als jullie zuigvlakken hebben,
Uno kisse flek me beguno. Uka ba na sa this man? What is? Boy. Ay man, check din yung stereo mo to dun. Maybe floor constructs to. En Akash ook, maar ik probeer Akash te bellen en te appen, maar hij reageert niet. Ik heb ook geen bel te goed. Hey, stuur me zijn nummer. Konja. Laten we zien of ze belt. Hallo, goedendag. Hoi, Akash met Naomi. Hoe gaat het? Goed met jou. Ja hoor, rustig. Ik moest melden, moest je even mogen app. Ik moest melden dat Ferry 4 boxes gaat kopen met Misa, dus hij is niet thuis. Niet thuis? Ik zal even bij hem gaan. Ja, daarom moest ik je melden dat hij niet thuis gaat zijn. Oh, hij... Ik denk dat hij niet meer te komen als je zou komen. Maar hij kan me ook melden toch? Hij is geen bal te goed. Vaar maar naar Abel te goed. Guys, Milo Bang, dat was het. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Ik ga ze even appen, want deze mensen verdragen niet. Dus ik wil jullie bedanken. Ik zie jullie bij een volgende sketch. Lobby, Perina van Blij. Cyrus niet reageert, dus we gaan Cyrus laten uitvallen. Nee, man. Mina solamente y mina es miembro de you. Boy, if I ain't this. Ik ben ook nu niet thuis toevallig, dus daarom.